gisteren het laatste bezoek in het kader van het rondje Flevoland. In dit geval een rondje Dronten. We hebben er prachtig weer voor. We gaan een aantal hele mooie toeristische recreatieve bedrijven in Dronten zien. En ook een paar verrassende. Eerste stop, de Polderzoom, Art van Wees, boerenkaas. We kennen hem allemaal van markten. Maar het is niet alleen een mooi boerenbedrijf, het is ook een prachtig toeristisch bedrijf. Heel veel groepen die hier komen kijken, hoe wordt die kaas eigenlijk gemaakt? Ja, die komt van melk, van koeien. Ze lopen dan ook even over de kaasboulevard, waar ze de koeien ook zien staan. En ze komen langs de koeien in de wei. Mooi bedrijf. Aquacentrum Bremerbergse Baai, fantastisch camping, watersportcentrum, paviljoen, strand. En wat we hoorden was dat echt heel veel mensen dit ontdekt hebben, nu ook juist in deze tijd. En waar kun je nou zo vlak aan het water je tent opzetten of in een vakantiehuisje zitten? Met alle watersport bij de hand, met eilanden waar je naartoe kunt, met de snelvaarzone. Het is echt geweldig. En natuurlijk niet te vergeten het fietspontje. Het fietspontje naar de overkant, naar Nunspeet. Zoals iemand het noemde, het drijvend fietspad. Nou, dat is natuurlijk mooi. Extra attractie, een extra beleving. Dat was het strandpaviljoen. Hartstikke mooi. En natuurlijk een toeristisch overstappunt. Volgende halte, Dorhoutmees. Dat kennen de meeste Flevolanders wel. Maar ik ben benieuwd of ook zij de coronatijd doorgekomen zijn. Dorhoutmees, de laatste in het rondje Flevoland. Fantastische locatie, outdoor activiteiten. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het hier doen. En ook steeds meer toeristen weten dit te vinden. Weliswaar veel minder bedrijfsuitjes of grote evenementen. Dus zwaar geraakt door corona. Maar ook hier worden nieuwe activiteiten bedacht. Als je kijkt naar Dronten, een mooie gemeente waar heel veel toeristen nog vaak terug zullen komen. En een mooie toevoeging om het rondje Flevoland te sluiten. We'll be right back.